Het gaat om jongelui uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Rotterdam. In leeftijd variërend van 14 tot 22 jaar. De groep opereerde in wisselende samenstelling. Nou, het ging in alle gevallen om de individuele berovingen van alleengaande mensen. Mensen die op straat liepen en door hen beroofd werden van hun gsm, van hun portemonnee, dat soort zaken. Werd er ook geweld bij gebruikt? Ja, in een aantal gevallen is lichamelijk geweld toegepast. Daarbij hebben mensen wat lichte verwondingen opgelopen. En je kunt je voorstellen dat die slachtoffers natuurlijk danig onder de indruk zijn.